Ik bedoel, mag de kachel thuis niet meer aansteken, omdat het dan vervuilend is. En dan gaat het al hout verbranden om warmte te krijgen. Maar je ziet dat de biomassa, zoals die bijvoorbeeld in die Scandinavische landen wordt gebruikt, dat is CO2-neutraal. Sterker nog, ze vangen de CO2 ook nog af. Nederland is nu juist die lidstaat die zegt van we stoppen er eigenlijk onmiddellijk mee, de subsidie op biomassa. Nou, vind ik dapper. Waarom doet Europa het niet ook meteen dat? Hè? In de richtlijnen opnemen van, jongens, het is niet duurzaam. Daar zijn eigenlijk alle wetenschappers het zo'n beetje wel over eens. Laten we daarmee stoppen. De wetenschappers zijn het niet allemaal over eens. Er is ook duurzame biomassa. Maar er is een heel groot aantal wetenschappers die dat roept. Hè? Dat klopt. Maar dat roepen ze omdat ze denken dat we het niet zo goed kunnen definiëren dat we uitsluiten dat ook goed hout wordt gebruikt. Het blijft het principe dat je hout verbrandt. En dat is volgens mij moeten we dat gewoon überhaupt al niet doen. Ja, maar dat is natuurlijk, daar blijven we het over oneens. Hè? Dat als jouw principe is, je mag geen hout verbranden, ja, dan word je het nooit met mij eens. Maar het is toch ook geen hogere wiskunde eigenlijk? Dat je, als je, ik bedoel, mag de kachel thuis niet meer aansteken, omdat het dan vervuilend is. En dan gaat het al hout verbranden om warmte te krijgen. Maar je ziet dat de biomassa, zoals die bijvoorbeeld in die Scandinavische landen wordt gebruikt, dat is CO2-neutraal. Sterker nog, ze vangen de CO2 ook nog af. En dan maken ze dan weer biobrandstof voor vliegtuigen bijvoorbeeld. Het is maar hoe je het organiseert. He, dus je moet het nog verbeteren, maar het lukt wel. Maar er moeten hoeveel bomen wel niet bij? Ik bedoel, als je dat al alleen al hoort, dan weet je, dat is toch mission impossible dit? Wij zijn ook van plan om miljarden bomen erbij te doen. Dat programma hebben we ook. Maar waar komt die natte droom nou toch eigenlijk zo vandaan? Van als je toch van die miljarden bomen erbij? Nee, van die hele biomassa. Ja, omdat je in een aantal landen al generaties lang biomassa in de energiesystemen hebt. Dus moeten we het maar houden. Als je het goed organiseert en het schaadt de natuur niet, waarom dan niet? Waarom laat je die landen dat dan niet doen? Omdat het niet lukt nu en het kan ook. Ja, het lukt wel. Velen zeggen dat het niet eens kan. Ja, dat snap ik, dat velen dat zeggen. Ik wil bewijzen dat het wel kan. Iets voordat we dit gingen opnemen, zei je tegen mij, er is iets gelekt, hè? Vertel eens. Ja, een concept, beleidsstuk. En daarin staat dat Timmermans toch weer praten over dat biomassa versneld moet worden aangevoerd. Dus dat het nog steviger op de agenda wordt gezet. En dat is opmerkelijk, want het ligt nu bij het Europese parlement. Timmermans heeft vorig jaar een voorstel gedaan om biomassa op de richtlijn te houden. Maar het Europees... Wat op de richtlijn houden, dat is eigenlijk, daarmee zeg je eigenlijk, dan zeg je tegen alle lidstaten, het is groen en je kan dat rustig doen. Precies, het is groen en daarmee kunnen we het subsidiëren. Precies, ja. Gaat het om. Wij hebben natuurlijk altijd gezegd, haal het van die richtlijn af. Ja. Daar is het Europees parlement nu mee bezig. Zij zijn aan zet, niet Timmermans. En wat doet hij? Voor de camera zegt hij, ik hou van bossen, het klimaat, hè, belangrijk voor mijn kleinkinderen. Maar via de achterdeur rijdt hij nu toch eigenlijk in de spaken van het Europese parlement. En zegt hij van jongens, we moeten gewoon die biomassa, valt niet aan te ontkomen. We hebben oorlog, we moeten onafhankelijk worden. Ja, en op basis van oneigenlijke gronden wordt biomassa er toch weer door Timmermans doorheen gepusht. Maar dat doet hij dan niet via het parlement? Nee, dat doet hij via de commissie. En daar is hij natuurlijk de baas. En dan hoeft er ook niet over gestemd te worden, dus dan rommelt hij erdoor eigenlijk. Precies, ja.